Ja, je ziet hier beneden die zwarte vogels met die witte snavels, dat zijn meerkoeten. Daaraan tegen de oever zit een knolzwaan met haar jongen. Die zijn nog niet helemaal vliegvlug, dus die moeten nog vertrekken. Vogelkenner Willy Verschuren telde hier dit voorjaar 47 verschillende vogelsoorten. Dat is redelijk veel voor dit bosje in Antwerpen. En de vogels die hij vond zijn niet van de minste. Onder andere de nachtegaal met 13 territoria, dat is echt enorm veel voor Vlaanderen. En dan toch wel een heel speciaal geval, de matkop, die in Vlaanderen de laatste 20 jaar met 97% achteruit is gegaan. En daar broedt hier nu nog wel een koppel van. Maar Willy maakt zich zorgen, want deze vogels hebben rust nodig om goed te kunnen broeden. En niet alle soorten zijn daarmee al klaar in de zomer. Maar men houdt natuurlijk geen rekening met dat sommige soorten, zangvogels, ook tweede en derde nesten maken. Dus die zijn zeker nog bezig tot augustus, september. Zaken zoals festivals met 100 decibel geluid en 70.000 mensen die uit de bol gaan op 0 meter van de grens van het reservaat. Dat is dus echt niet doenbaar. Vanavond beslist de Antwerpse gemeenteraad of de Middenvijver volgend jaar 3 dagen dienst mag doen als festivalzone.